kinderen gekocht. Nou, Fabian, laat eens kijken dan. Kijk. Nou, we hebben twee doosjes eitjes. Want, kijk, mijn kinderen, kijk. Kijk, mijn kinderen. Die is ook. Ja, wat moet ik ervan zeggen? Hoezo is dit? Oh, dat is nog van dat drinken. Dat is van het drinken net, ja. Ik denk al, ik heb die in mijn broek geblazen hoor. Nou. Kijk, en dat zou dus mijn maat. Kijk, dat is dus mijn maat. Hij maakt ze iedere keer dat geluid. Ja, dat is niet denken, maar dat is serieus waar. Hij ziet er misschien wel net uit, want dat ben ik ook, hè? Nee, dat is nou, ik weet in ieder geval wel één ding zeker, dat deze zondagpraat weer anders is dan de andere zondagpraat. Dat ben ik natuurlijk meestal alleen. Oh ja, en dan praat je over kleine dingetjes of wat? Nee, over algemene dingen. Over. Ja, soms over het hardlopen, over mijn wegen, maar dat heb ik straks ook al gedaan. Oh, daar heb ik natuurlijk niet in de zon gepraat, dat is niet anders. Wat ik straks heb. Zonnig. Hé, hey, dat hoor je, hè? Dat hoor je in kippentaal. Ja, natuurlijk. Maar zonnig praten is natuurlijk een beetje. Dat is onbewerkte praat. Oftewel dingen die ik zo in het stukje. Dat tegen hooi zeggen, even hooi zeggen. Ja, hooi. Weet je hoe een kip doet? Berten! Oh, wat mooi. Weet je wat een kip doet als hij boos is? Dan gaat hij met zijn vleugels slaan. Nee, wil je een kip een geluid maken als hij boos is? Nou. En als hij ziek is, is hij. Nee, ik sport echt niet. En als hij gezond is. Ja, Peacock. Dat is iets anders, hè? Zou ik een lesje geven, hoe je dat doet? Sommige mensen kunnen dat alsnog niet, maar hè? Ja, vroeger kon ik ook dierengeluiden maken. Maar dat is de enige die ik goed kan. Oh nee. Nee, ook niet meer. Ik kan het niet meer. Ik kan geen koeien meer. Moet ik oefenen. Nou, weet je hoe je een kip moet doen? Ja, pakak. Nee, je tong. Je tong moet je eigenlijk in je onder. Pakak. Die kip die last van zijn keel. Pakak. Dat is een kip die een tieter in de mond heeft. Ik heb wel een keer hun handen naar kunnen. Zo, kon ik voor wat. Het is een F. Ja, blijkbaar een L natuurlijk. Blijkbaar weer, dames en heren, op het moment dat jij niet meer van die geluidjes maakt en blijft maken, dat je het na verloop van tijd gewoon toch wel verleert. Vanwege je stem. Ja, maar kijk. Veranderingen in de stembanden, noem maar op. Daarom blijf ik het zeggen. Want nogmaals, vroeger kon ik kip, haan, koe, alles kon ik bijna nou doen. Weet je wat ik nou kan doen? Ik kan Stitch nadoen van Lilo en Stitch van die film. Ik kan een kip nadoen. Heel soms kan ik een geit nadoen. Heel soms kan ik kan ook Elmo nadoen. Ja, ik kan ook mezelf nadoen. Ik weet alleen niet hoe dat er gaat, om mezelf na te doen. Ja. Ah joh. Ik zweer nog steeds. Ik ben alleen bang dat we vandaag de vervolgoefeningen niet kunnen gaan doen. Het is al laat, ik moet een boodschap doen voor mijn moeder. En dan is het natuurlijk vanmiddag weer Max. Het is Max time. Ik heb één keer. Wacht, bij de winkel. Ja, ik heb een kit naar de winkel. Die is ik heb één keer gehad, hè? Zo'n deze
Jip naar. En op school. En die meneer van Groen zei echt van... Was dat nou die kip of was jij dat? Zei ik, ja, dat was ik. Oh, dan kan je dat dus bij me goed nadoen. Dus met andere woorden, laat je bijna een kipbuik spreken. Als je zelf praat, doet die kip na. Dat is ook een goed vraag, of niet? Nee. Dat is wel de dikke net als een baasje. Ja, ja. Nou, daar zijn we bijna thuis. Nogmaals, dames en heren, hele andere zonnig praat dan normaal. Dat geeft niet, mag ook wel een keer. Hallo kindertjes. Kijk, deze heet Gietje, deze heet Jan, deze heet Pieter Jan, deze heet Gerrit Jan, deze heet Henk. Gerrit Jan, die ken ik ergens van. Deze. Gerrit Jan. Deze. Kijk, Dakduif. Deze heet Dodo Duk. Dakduif. Deze heet... Roeko roeko, goed zo. Deze heet TokTok. Roeko roeko. En deze heet TikTok. Deze heet roeko roeko. Kijk, en dit is mijn tweeling, want deze is ook, spikkeltjes. Ik heb ook spikkeltjes. Spoetjes heet dat. Weet ik, ik noem het spikkeltjes. Dus deze noem ik spikkeltjes. Sprikkeltjes? Deze noem ik spikkeltjes, wat is nou? Deze heet spikkeltjes, deze heet spoekes. Deze heet sprikkeza. Ja. Deze heet roeko roeko. Deze heet TikTok. Deze heet roeko. Deze heet Henk. Deze heet Gerrit-Jan. Deze heet Wat Alles Kan. Wat moet ik hier nou mee? Wat moet ik nou met zo iemand? Dit is, let op hè. Dit is. Ja, wat nou? Ja, moet je raden. Ja, weet ik er niet. Dit is, wie is dat? Ja, Jan Jans en de kinderen. Ernst Jan. En dit? Wie is dat? Dit heb ik net gezegd. Ja, ik heb die onthouden, ik heb die gekeken hè. Dit is Pieterkot. Oh ja, nou ja. Nou, dames en heren. En dan? Dat was het. Dan laat ik nog mijn andere kinderen zien. Ik zag je. Dit is I. Blauw dus duimpje. A, B, C, D, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, P. Henk. Pieter, Jan, Ernst Jan, Gerrit. Ik zou zeggen, blauw duimpje omhoog. Henk. Even abonneren op ons kanaal. Zou ik leuk vinden. Graag ook weer wat reacties plaatsen. Over dingen die je leest, waar ik het over heb, waar we het over hebben gehad, wat je ervan vindt. Vorige keer ook al aangegeven, houd alsjeblieft wel een beetje respectvol. Nou ja, goed, weet je, ieder zijn ding. Heb je mening ergens over, laat het graag weten in de comments. Nou, en dan zien we volgende week weer in de zondagmorgenpraat. Of dat zij dan meegaat, weet ik nog niet. Dat hangt een beetje van het weer af. Maar het lijkt me wel weer leuk om ze gewoon erbij te hebben. Misschien is Frans de volgende keer er ook bij. Die waren een weekendje weg. En hij had vorige week had hij ook weer wat last van zijn, weer van zijn blessure. Nadat hij één keer mee was geweest. Dus hij moet misschien even wat langer tijd overnemen om te herstellen. Ga in ieder geval naar de binnen toe. Ga kijken of hij die andere oefeningen alsnog kan doen, ja of nee. Het is al een beetje later dan verwacht. Doordat we hebben gefilmd in het bos. Het parcoursje hebben we gefilmd. Dat heb ik op de andere YouTube. Zet ik dat dadelijk. Of straks. Of morgen. Of overmorgen. Of over 2 dagen. Hangt er nou wanneer dat ik kan gaan editen. Nogmaals, we hebben nog wel een aantal dingen te doen vandaag. Ik moet nog boodschap doen voor mijn moeder. Dan vanmiddag natuurlijk Max Verstappen kijken. En dan kijken we wel. Misschien een van de dag dat ik een beetje kan gaan editen. Zondagmorgenpraat gaat er altijd ongeknipt op. Dus alles wat je nu hebt gezien, daar ga ik niet in knippen. Dat gooi ik er zo op. Dat vind ik leuk om dat gewoon lekker natuurlijk te houden. Vind ik helemaal mooi. Andere filmpjes van YouTube die bewerkt er wel meestal met een filmpje of met een muziekje. Of dat ik het even een beetje in elkaar ga mixen of iets dergelijks. Dus dat is verschil. En daar wil ik eigenlijk een beetje inhouden. Die zondagmorgenpraat wil ik gewoon een beetje helemaal sec, natuurlijk. Het is maar kort. Even erop. Dingetjes bespreken die ons opvallen. Of nou goed, of gekkigheid zoals dit. Nou ja, dat dus. Dat wil ik eigenlijk wel een beetje proberen vol te houden. Iets gewoon wat helemaal ongecensureerd. Dat is het. En natuurlijk de andere filmpjes die ik wel een beetje bewerk. Nou, muziek eronder, tekst erbij, uitleg erbij. Ik ben er nog steeds mee aan het zoeken.
Ja, dus het is wel heel mooi. Het is wel heel leuk om het te doen. Maar er gaat stiekem veel tijd in zitten. Als je het een beetje goed wil doen. Naarmate je het steeds leuker gaat vinden, ga je ook steeds meer uitdagende dingen zoeken. In het programma, in het editprogramma. Ja, dat is best wel een uitgebreid programma. Ik doe het met DaVinci Resolve 17. Dat is een nieuwe versie. Ik heb dan wel de gratis versie, maar die is al zo uitgebreid. Ja, dat is, daar kan ik voorlopig wel mee vooruit. Maar wat soms wel lastig is, is muziekjes zoeken. Waar je even mee bezig bent. Er zijn natuurlijk diverse sites waar je muziekjes kan doen. Dan zeggen ze dat het is gratis. En dan ga je erop linken en dan moet je uiteindelijk dat liedje alsnog kopen. Dus dan hup, dan toch maar niet. Ik heb er wel over na te denken. Er is één site waar muziekjes op zitten die je kan betalen. Dat is niet zo'n hele dure. Om die misschien aan te schaffen, dan heb je voor een heel jaar kun je onbeperkt muziek downloaden en gebruiken voor de YouTube filmpjes. Dan moet je dat volgend jaar doen, want anders heb je nu nog maar heel kort. Ja, nee, maar goed, dat gaat gewoon één jaar lang, maakt niet uit. Dat is niet van januari tot januari, dat is gewoon vanaf vandaag tot volgend jaar vandaag. Ja? Ja. Maakt niet uit. Dus, maar goed, dat moet ik even kijken, we zijn er nog mee bezig. Maar nogmaals, wat we nu doen, dit gaat gewoon zonder bewerken, gaat het er gewoon op. Vind ik leuk. Ook dat geeft dan weer iets weer, zo wat wij doen, wat wij zo over de dag... Nou ja, over de ochtend, de zondagmorgen hebben. Zondagmorgen praat. Dus ik zou zeggen, nogmaals, vind je het leuk? Blauw duimpje omhoog. En graag abonneer op ons kanaal. Dan zien we jullie de volgende week zondag weer. Ik zeg, tot ziens. Oh, deze.